Dat had ik zo niet zien aankomen. Dus ik ga vandaag eindelijk weer naar Tilburg. Oh, ik ben echt een baby, maar ik heb dit gewoon nog nooit in mijn leven gehad, ja. Ik ben weer terug in mijn kamer. Ik ken niet meer. Hoi allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren niet de vlog geopend. I don't know why, but it happened. Vandaag wordt het echt 30 graden en ik moet daar extreem van gaan genieten. Want na vandaag wordt het weer rot weer. Dat is typisch Nederland. Eerst een paar dagen mooi weer en daarna weer terug naar 15 graden met regen. En yeah, ik heb... Ja, maar ik wilde eventjes de vlog openen. Met een pakketje. Ik ga hem er even bij pakken. Een pakketje van Chiquelle. Ik had dit pakketje vorige week al binnengekregen. Maar omdat ik in de vorige week vlog al Shein items had laten zien. Dacht ik, misschien is het beter als ik het even bewaar voor de volgende week vlog. Want anders hebben jullie wel heel veel shoplogs in één. Ik ga hem nu eventjes met jullie openmaken. Voor de duidelijkheid, ik heb deze items dus allemaal ontvangen van Chiquelle en niet zelf gekocht. Ik heb ten eerste een nieuw sportsetje. Dan moet ik wel heel eerlijk toegeven dat ik de laatste paar... Nou, ik denk dat ik de laatste 2 weken weer niks aan het doen ben qua sporten. Dat maakt niet uit. Dat komt vanzelf alweer terug als ik weer de motivatie heb. Ik heb een seamless sportset in het groen. Ik heb hem al gepast en hij zit echt... super mooi, maar jullie gaan de aanbeelden hierin ook zien. Ik vind dit soort sportsetjes altijd super lekker zitten. Ik heb deze in een maat S gekocht en het topje is een M. En dat zit eigenlijk perfect. Dit de sport BH en het is een wat langere top, dus dat is heel fijn. Dus je kan het echt gewoon heel goed als setje dragen en je hebt niet echt een heel groot stuk buik of zo. Dus dat is wel heel fijn. Als je het fijn vindt om wat meer bedekt te zijn, is dit wel echt een heel goed... setje. En de sport BH zit ook echt super lekker en heel goed. En dit zit dan samen en ik ben er echt heel blij mee. Prijzen heb ik hier helaas even niet bij de hand. Maar ik zet de linkjes in de beschrijving. Dus dan kunnen jullie dat zien. Dan heb ik echt een ontzettend leuk vestje gekregen. En hier ben ik echt super blij mee. Dat is deze, ja, dit cardigan vestje-achtige iets. In het lila. Mijn lievelingskleur, zoals veel van jullie wel weten. En wat zo chill hier aan is, is dat het echt een heel dun stofje is. Dus het is echt... een perfect vestje voor in de zomer. Gewoon voor als het een beetje fris is. Kan je dit gewoon over je kleding aantrekken. Of over je bikini zelfs. I don't know wat je wil. Ja, helemaal top. Ik ben er echt heel blij mee. En dan als laatste item heb ik een hele simpele crop top ontvangen. En het is een knit stofje. Dus wat dikker. En dat is deze. Ja, gewoon heel simpel. Maar heel handig. Dit soort dingen draag ik ook nog vaak in de winter. Met iets eroverheen. Dus... ja, mega fijn. Ik heb ook een kortingscode voor jullie waarmee je 20% korting krijgt. Behalve op de beauty afdeling en de sale afdeling. Dit is die kortingscode. Die is vanaf nu 5 dagen geldig. Mocht hij het niet doen, laat het me weten. Want dan zorg ik ervoor dat het wel geregeld wordt dat hij het doet. Maar dat kan nog wel eens misgaan in de communicatie. Dus laat het vooral even weten. En ja... Oké, ik zit lekker op zolder en ik ben aan het leren. Jawel, jawel, jawel. Het is echt waar. Ik moet jullie even bijkletsen, want er is heel wat gebeurd. Gisteravond en vanochtend. Gisteravond laat kreeg ik een mail van een van de docenten van mijn school. En ja, we gaan zondagavond samen met de derdejaars de scriptlezing van onze eindvoorstelling doen. En als ik het nu ook zeg, dan voelt het nog steeds zo ontzettend raar. Omdat ik ga gewoon zondag mijn klasgenoten weer zien. Dat had ik zo niet zien aankomen. Dus het is echt oprecht gewoon een beetje als een soort van shock gekomen. Maar echt super chill. Ik zou eigenlijk nu vandaag naar Tilburg gaan. Maar nu heb ik toch besloten om vrijdag pas te gaan. Aangezien ik dan ook gratis reis. En ik moet volgende week ook nog betalen om terug hier te komen. Dus ik dacht, ik ga niet 2 keer voor de trein betalen. Als ik in het weekend gratis kan reizen. Maar goed, ik ga dus vrijdag nu naar Tilburg en zondag ga ik gewoon mijn klas weer zien. En de derdejaars. En zo bizar. Het is echt, ik kan het nog niet helemaal geloven. En school gaat natuurlijk nog niet letterlijk beginnen, maar het is een eerste stap. En dat is gewoon echt oprecht al gewoon even heel fijn. En toen werd ik vanochtend wakker en toen kreeg ik te horen dat we ook
over 2,5 week. Over precies 3 weken. Onze cultuurgeschiedenis tentamen hebben. Maar het is even heel bizar om te bedenken dat ik gewoon nu weer dingen voor school moet gaan doen. Alleen moet mijn mindset nu gewoon weer even omgezet worden naar work mode. Ja, dat komt wel goed. Het is vandaag vrijdag en ik heb volgens mij gisteren helemaal niet gevlogd. Maar goed, het is vandaag vrijdag en ik ga vandaag eindelijk weer naar Tilburg. Ik ga zondag ook weer mijn klas zien en daar heb ik ook heel veel zin in. En ja, ik ben gewoon echt heel excited om weer naar Tilburg te gaan. Ik heb heel lang zoiets gehad van, nou, het hoeft eigenlijk niet van mij. Ik zit hier wel prima, maar nu ik dan weer eenmaal ga, dan heb ik er ook wel echt weer zin in om gewoon lekker met mensen te zijn. En ja, dat is wel echt heel fijn. Natuurlijk is corona er nog, dus natuurlijk moet ik alsnog oppassen. Maar ja, na de versoepelingen nu voel ik me er wel steeds beter bij om weer mensen te gaan zien. Dan echt 1-op-1 en gewoon voorzichtig, geen stress. En zondag met de klas moeten we ook allemaal op 1,5 meter afstand. Dus dat komt allemaal helemaal goed. Ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik ga nu even een beetje make-up op mijn smoel pleuren. Want jongens, straks is het moment aangebroken dat ik voor het eerst met mijn mondkapje in de trein moet. En ik blijf het een verschrikkelijke hel vinden. We doen het er maar mee. Ik word er toch altijd wel erg blij van als ik een beetje make-up op mijn smoel heb. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ben ik weer met een vlog update. Het is op dit moment bijna 1 uur. Ik had dus al in de trein moeten zitten, maar dat is helaas niet gebeurd. Ik werd vanochtend wakker met heel veel pijn aan mijn voet. En ik heb daar eigenlijk al, ik denk al zo'n 2 weken last van. Maar vanochtend was het heel erg. Ik voelde het zeg maar al toen ik nog in bed lag en nog niet eens op mijn voeten stond. Ik voelde gewoon dat ik mijn voet eigenlijk amper kon bewegen en dat het ook pijn deed. Maar ik heb dat dus al wel wat vaker gehad de afgelopen tijd. Maar dan ging het eigenlijk zodra ik ging lopen en zo ging het langzaam wel weg. Maar dit keer was het echt wel een stukje heftiger. Zeg maar de bovenkant van mijn voet bij mijn tenen en de onderkant deden echt heel veel pijn. Echt gewoon een kramp. Dus ik ging vanochtend al een beetje mijn voeten masseren en ja, ijspack erop leggen. En toen op een gegeven moment keek ik zo naar mijn twee voeten naast elkaar en zag ik dat mijn linkervoet echt, nou ja, best wel flink was opgezwollen vergeleken met mijn rechtervoet. Dus toen dacht ik, dit is niet goed. Maar ik zou dus naar Tilburg gaan. Dus ik wist even niet wat ik moest doen. Want ik was ook heel gefrustreerd. Want ik wilde heel graag naar Tilburg gaan. Toch maar de huisarts gebeld. En ik moest van mijn moeder echt een afspraak maken vandaag. Want ze zei, ja, als het wel een ontsteking is en het wordt erger, dan heb je dit weekend echt een probleem als je in Tilburg bent. Want ik heb daar namelijk geen huisarts. Nou, toch maar een afspraak gemaakt. Ik ga vanmiddag naar de huisarts. Dus dat betekent dat ik pas vanavond naar Tilburg kan. Nou, daar was ik even heel erg gefrustreerd over. Nou, er zitten nog voordelen aan zo'n dag dat ik iets langer thuis moest blijven. Ik heb een pakketje binnengekregen van My Jewelry, want ik mocht wat sieraden uitkiezen. En daar ben ik super blij mee, want ik ben de laatste tijd ontzettend verslaafd aan sieraden. Ik ben echt super veel YouTube-video's aan het kijken van sieradencollecties en bla bla bla. Ik weet niet waarom, maar ik hecht er nu opeens super veel waarde aan. En ik heb er dus officieel voor gekozen om over te gaan naar gouden sieraden. Ik heb daar heel lang over getwijfeld. Kijk, nu heb ik ook alleen maar goud om. Omdat ik toch wel vind dat dat beter bij mij past. Ik heb wel nog zilveren ringen. Maar ik heb deze ring laatst nieuw gekocht. En daar zit ook goud in, zodat ik het ook kan gaan combineren. En mijn horloge is ook zilver. Maar het horloge vind ik wel echt mooier in het zilver dan in het goud. Dus nou ja, het is een beetje ingewikkeld. Op dit moment mix en match ik gewoon alles. En dan kijk ik uiteindelijk wel in mijn leven of ik meer zilver of meer goud wil. Maar goed, ik heb nu dus wat sieraden van My Jewelry gekregen. Oh, zo blij mee. Want My Jewelry is echt oprecht mijn favoriete budget sieradenmerk. Wat ik gewoon heel fijn vind aan My Jewelry. Ik heb toevallig nu niks van hun om. Maar meestal heb ik wel kettingen van hun om. Maar wat ik zo fijn vind aan My Jewelry. Sorry als ik het trouwens verkeerd uitspreek. Krijg ik vast wel weer reacties over. Maakt niet uit. Maar wat ik zo fijn vind aan dit merk is dat de sieraden niet verkleuren. Ik douche ermee. Ik slaap ermee. Ik zweet ermee. Maar ze verkleuren niet, terwijl het geen echt goud is. Ik ben in ieder geval super fan van het merk, omdat het gewoon echt niet verkleurt. En daar word ik heel blij van. Nou, wat ik heb besteld zijn 2 kettingen en 2 ringen. Dus laten we eens even gaan bekijken.
Dit is het eerste ringetje. Super leuk. Ik zocht al heel lang zo'n ring. Ik vind het echt een heel leuk stijltje. En ik heb deze in een maat 18 volgens mij. Want ik hoopte... Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ik hoopte namelijk dat hij dan om mijn middelvinger past. En dat past eigenlijk perfect. Heb ik nog een ring en die vond ik ook super mooi. Dat is deze dubbele ring. Die zit gewoon aan elkaar vast. En deze heb ik wel in een maat 17. Dus die past als het goed is om mijn ringvinger. Ik heb trouwens hier de prijzen. Deze ring kost 15 euro en deze ring 25. En dan heb ik nog twee kettingen als het meewerkt. Ik ga het wel even uit de verpakking halen. Dit is de eerste ketting als hij even stil gaat hangen. Met een P van Pamela. Ik heb natuurlijk sowieso mijn naamketting. Die heb ik nu ook om. Maar ik hou er gewoon heel erg van. Als je mijn initialen ziet of mijn naam of whatever. Vind ik gewoon, dat maakt het gewoon persoonlijker. Ik vind dat heel leuk. En ik vond deze ketting ook heel erg mooi. Dus daar ben ik ook erg blij mee. En dan als laatste heb ik nog een heel schattig, super subtiele ketting gekocht. Waar ik ook heel erg van hou. Dat is deze ketting. En die is echt super subtiel. En het is een dubbele laag. Dus je hebt met die kraaltjes en gewoon goud. En die vond ik ook heel erg mooi. Ik ben weer terug in mijn kamer. Zo gek. Het is hier ook echt heel erg leeg. Omdat ik heb toch wel heel veel spullen meegenomen. En mijn plant is ook weg. Ik mis mijn plant, maar die was helemaal dood. Dus die moest ik weggooien. Het is gewoon gek om hier te zijn. Maar het voelt nog steeds als mijn huis. Dat is wel leuk. Dat je, het maakt niet uit als je lang weg bent. Het voelt toch gewoon weer als je kamer of als je huis. Net als bij mama. Ik heb net even gekookt, want ik had super erg honger. Want ja, ik ging om 5 uur met de trein. Kort over 5. Ik was pas om 7 uur hier, dus ik heel snel naar de supermarkt. En die ging om 8 uur dicht. Dus ik heb net even gegeten. Ik heb mijn bedje even opgemaakt. En ik ga nu zo meteen naar Jip. En ik kan echt niet wachten om haar te zien. Ik heb haar gewoon 3 maanden niet gezien. Het is echt bizar. Terwijl we elkaar normaal elke dag 24/7 zien. Dus dat is gewoon even heel erg gek. Maar ja, ik ben super excited om haar weer te zien. Dus daar ga ik zo meteen heen. Goedemorgen. Ik ben wakker geworden. In mijn kamertje in Tilburg. En ik ben echt ontzettend moe. Ik sliep sowieso pas om 2 uur. Nou ja, dat is nog niet zo erg. Want dat gebeurt thuis ook zo vaak. Maar ik ben dit bed natuurlijk gewoon helemaal niet meer gewend. Dus ik denk dat ik toch iets onrustiger geslapen heb dan normaal. En dat merk ik nu wel. Want ik ben echt super moe. Ik moet zo echt mijn bed uit. Want ik moet echt dingen gaan doen. Ik moet gaan schoonmaken. Ik moet douchen. Soraya komt straks. Ik moet nog naar de Coolblue vandaag. En ik ga nog naar Judith. Dus ik moet gewoon even opstaan. Ik ken niet meer. Gaat het goed, Ben? We spelen skibbel. Mm-hmm. En we hebben allebei al verloren. Ja. Maar we gaan niet met de... We willen geen opperverliezer zijn. We moeten een tweede en derde plek hebben. Mm-hmm. Dit kan. Maar ik heb geen andere keus. Laat me. Zo intens dit. Ik moet bijna huilen, want daar is hij. De 8, ja. Yes. En wat komt daarna? Nog een hele tafel. Oh, nee. Oeh. Ja, die zit Nee. Oh, nou. Oh, weer. Maar ik doe het wel, want ik ben het zat. Oké, er is nog een tafel. Winnen, hè? Nu moet ik winnen. Nee. Ja, nee. 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 Zeg niet dat je 7 hebt. Want ik heb die al. Nee, Prins. Nee. Oh. Wat een spanning, hè, jongens. Je hebt me helemaal niet geholpen. Echt wel? Oh. Maar ik kan nog terugkomen. Ik zeg je eerlijk. Ik kan deze race nog winnen. Ik hou van deze zelfvertrouwen. Oh, het wordt nu echt spannend. Ja, sorry, maar ik ga je nou echt niet helpen. Jij solliciteert echt naar dingen waar je niet naar wil solliciteren. Je bent zo
Ja, op het begin ga je me helpen. Ik liep dat nu ineens. Hele tijd. Ik heb één keer je geholpen. Maar je hebt echt meerdere keer geholpen. En nu ga je zo doen. Eén keer. Hou je bek. Die toppen. Stel je niet aan. Doe een klein beetje moeite. Stel je niet aan. Werk een klein beetje mee. Stel je niet aan. Niemand zal jou missen. Ja, ik kan ja, het weet wel, je, maar. Ik kan het goed opgeven. Nee, we hebben allebei nog twee jaar. Flikker nou gewoon op. Je kan nog winnen. Hou toch je bek. 607 is in mijn fucking hand. Laatste kaart. Niks in, ha. We gaan het even oefenen naar de vlog. Oh. Danio Vegan Stracciatella. Danio Vegan Stracciatella. Dat is geen anderhalve meter, jullie. Disclaimer, we zijn geen vegans. Nee. Maar we zijn wel geïnteresseerd in het plantaardige dieet. Wat iemand ooit bedacht heeft. Ja? Ja hoor. Kan het hoor. Oh, je bent al. Dit is echt heel lekker. Dat is niet normaal. Ik ben heel mee. Ik vind dit oprecht gewoon proeven als normale stracciatella yoghurt. Maar je proeft niet heel erg kokos. Nee, maar wel lekker. Een beetje, maar wel gewoon lekker. Kokos. Ik geef hem een 9,5. Nou, ik vind hem ook een 9,5 waard. Ja. Ik kan bijna een 10 zeggen. Ja. Ik zou het zo in één keer op kunnen vinden. Ik zou niet weten wat ik hier nou niet lekker aan vind. Ik geef het een 10. Zo, oh, dat is heel erg lekker, ja. Jongens. Toch maar een toetje maken? Nee, maar ja, het uitstel is het lekkers. Ik ben vandaag bij schoonheidsspecialist Judith. En ik ga vandaag mijn wenkbrauwen laten doen. Nee, ja, Judith gaat even mijn wenkbrauwen verven. Heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Echt niet? Nee. Oké. Okay, nou, mag ze niet epileren? Nee, dat doe ik niet. Oké. Okay. De producten. De producten. Ik weet niet eens hoe dit allemaal uitspreekt. Ik heb een... Dit setje. Dit setje. Je kan het googlen op deze naam. Zelfs ja. Scherp. Ja, Reflecto Seal heet het of zo. Ja. En dan kan je het ook zelf zien. Nice. Ik heb een nieuwe moedervlek op mijn neus. Oh, ik vind het echt heel mooi. Snap je wat ik bedoel? Dat het wel iets extra's geeft bij mij? Het. Absoluut. Ik ga wel even drie haren eruit halen. Ik ga niet je wenkbrauw epileren, maar hier zit dan gewoon zo. Het is toch gewoon epileren, kut? Au, ik heb dit ook nog nooit gedaan in mijn leven. Au. Oh, ik ben echt een baby, maar ik heb dit gewoon nog nooit in mijn leven gehad, ja. Au. Ja, oké, okay, klaar nu. Ik vind het nou helemaal goed. Zo ja, maar het doet zeer. Dan zeg ik altijd, auw. Je zag mijn hele huid omhoog gaan, kut. Wat ja, nee, nu is het gewoon goed. Kom, Jut, klaar. Nee, niet zo aanstellen. Pimela, even terug. Ik ben niet klaar. Ik moet het ook met alcohol en zo doen. Ja, dat is prima, maar ja, je gaat niet meer epileren. Ja. Dat mensen dit voor hun plezier doen. Nee, dat is toch niet leuk? Ah. Je huid, hè? Ja. Ja, maar zie je niet. Auw. Ik vind het licht nu kijken. Ik heb het alleen maar met mijn tegenlicht gezien. Ik heb hier een spiegel. Oh, ik vind het heel mooi. Je hebt gewoon echt mijn huid gepakt, hè? Het is helemaal rood. Heel mooi. Je ziet, daar ga je al geld verdienen. Oh, mijn pony is nu heel heftig, maar ik heb hem net met de stijltank gedaan. Maar echt, I love it. Ik ga zo meteen een soort van mijn eerste schooldag hebben. Een soort van. Niet for real natuurlijk, maar zo voelt het wel een beetje. En ik ben echt mega excited. Wat wel een beetje kut is, is dat het regent op dit moment. En ik zo meteen een kwartier moet fietsen. En dat ik net mijn haar heb gedaan. Misschien ga ik er toch even speldjes in doen. I don't know, ik weet het niet. Ik moet de vlog nog afsluiten. Het is echt 2 dagen na zondag. Maar goed, ik heb zondagavond super leuke avond gehad. En het was echt fijn om de klas weer te zien in de derdejaars. En was ook een hele interessante lezing. Dus dat was echt super leuk. Nu ben ik inmiddels weer terug bij mijn moeder thuis. En ja, bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken. En doe een duimpje omhoog. Abonneer op mij.
En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!